Hoi, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je mijn favoriete producten zien van alweer mei. Ik ben elke maand weer zo confused hoe hard de maanden gaan of zo. Maar ja, we zitten alweer in juni nu, dus tijd om de favorieten van mei te laten zien. Dit is het mandje, er zitten best wel wat producten in. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik fijn vond, waarom ik ze fijn vond, zou ik zeggen, kijk gewoon gezellig mee met deze video. Uiteraard zal ik van de producten die geswatcht kunnen worden een swatch maken, omdat ik weet dat sommige van jullie dat heel erg fijn vindt. Dus laten we dan nu gewoon snel doorgaan met de producten. Ik begin dan ook maar gewoon gelijk met het allerduurste product uit deze video en dat is deze kwastenset van Morphe. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik de laatste jaren eigenlijk een beetje aan het investeren ben in duurdere en betere make-up kwasten. Toen ik net begon met make-up ben ik ook gewoon begonnen met low-budget kwasten van een Kruidvat of een Hema. Maar nu ik make-up al zo lange tijd doe, merk ik dat kwasten ook wel echt essentieel zijn bij het gebruik hiervan. En aangezien ik eigenlijk alle setjes van zowel EcoTools als Real Techniques al had, dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Want ik zocht eigenlijk nog een paar hele goede blendingskwasten voor de ogen. Toen kwam ik het setje van Morphe tegen. Dit is het Eye Obsessed Pencillen setje. Deze komt dus in deze etui. Het is dus wel een wat duurder setje. Normaal ben ik iemand die heel erg veel spullen aanprijst die eigenlijk voor elke portemonnee wel leuk zijn. Maar deze is dus wel wat duurder, want hier betaal je zo'n 28 euro voor. En dan krijg je dus dit etuietje en een aantal penselen hierbij. Dit is het etuietje. Nou, ik begin even met de twee penselen. Die zijn niet schoon, dat ga ik je heel eerlijk zeggen. Die heb ik gebruikt, maar ik heb niet de tijd gevonden om ze eerst schoon te maken. Maar allereerst heb ik hier zo'n blendingskwastje. Deze kwastjes zijn dus wit. En hier hebben ze het logo van Morphe erop staan. Dus dat is allereerst dit blendingskwastje. En dan krijg je ook een heel plat penseeltje. Die ook heel fijn is voor oogschaduw. Verder is het design hetzelfde. Want ook hier staat Morphe op. Het is alleen een ander kwastje die dus plat is. Dan zit er een wat grover blendingskwastje in. Deze zou bijvoorbeeld ook nog weer kunnen voor highlighter op je jukbeenderen of zo. Dus die krijg je erbij. En dan zit er ook een dubbelzijdig applicatortje in. Met aan de ene kant een spoelie en aan de andere kant een schuin afgesneden kwastje voor de wenkbrauwen. Dus dat is deze. Dan krijg je nog zo'n, ja, dit is meer een recht kwastje. Deze zou ook bijvoorbeeld kunnen voor eyeliner. Zou je heel handig voor kunnen zijn. Heb ik zelf nog niet geprobeerd, want ik heb momenteel geen eyeliner die dus in zo'n bakje zit, want die zijn allemaal uitgedroogd. Dan krijg je nog een blendingspenseeltje. Heel fijn, die is net weer iets kleiner als diegene die ik net liet zien. Dan heb je ook een heel plat kwastje. Deze is eigenlijk geschikt voor concealer. Maar ik heb hem ook al wel gebruikt voor oogschaduw. Daar werkt hij ook prima voor. Dan heb je een heel dun penseeltje. Die bijvoorbeeld heel handig is om details onder de ogen aan te brengen langs de wimperrand. Heb ik zelf nog niet geprobeerd. Maar nou ja, daar is hij eigenlijk voor bedoeld. Dan krijg je nog een wat kleiner plat detail kwastje. Die zou bijvoorbeeld ook heel handig kunnen zijn voor de binnenste ooghoeken. En bijvoorbeeld je wenkbrauwbot om highlighter op aan te brengen. Dan krijg je een iets punteriger kwastje. Vind ik zelf heel handig in de crease. Dan krijg je nog weer een iets kleiner puntige kwastje. Ook deze zou heel handig kunnen zijn voor details in de binnenste ooghoeken. En nog een blendingskwastje. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben heel blij met deze penselen set. Ik heb ze ook al een paar keer gewassen en dat gaat eigenlijk heel goed. Ze blijven heel erg mooi. Ik heb ze dus eigenlijk vooral gekocht omdat ik dus heel erg benieuwd was naar de blendingskwastjes. Maar goed, je krijgt gewoon een hele set voor het bedrag wat ik net noemde. Dus ik ben er heel erg blij mee in ieder geval.
Dan gaan we door met een fixing spray. En dit is de Make Me Less Glow and Refresh Setting Spray van Kruidvat. Deze is moisturizing. Ik heb al een keer de mat variant van de fixing spray of setting spray van Kruidvat geprobeerd. Die beviel me heel goed. En ik was eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar de glow variant. Deze zit in een wit flesje. Je ziet ook dat hij een beetje glowy is. Heeft eigenlijk een hele fijne verstuiver, want er komt een hele fijne hoeveelheid aan spray uit. Het is een lichte gezichtsnevel ook en die laat je make-up lang zitten en fixeert het ook. Voor een verhelderende tint. En dat zag ik gelijk toen ik deze fixing spray had gebruikt, zag ik gelijk dat mijn gezicht er nog net weer iets mooier uitzag. Dat de make-up echt heel erg mooi tot zijn recht kwam. En dat vond ik heel erg fijn. In dit verpakkingje zit 50 ml. Dat zou je niet zeggen als je het flesje ziet. Maar dat zit er wel in. Ja, en ook deze variant vond ik zelf gewoon heel erg fijn. Ik had niet verwacht dat ik hem zo fijn zou vinden. Ik had verwacht misschien dat er een hele lichtgevende gloed op het gezicht zou komen. Maar dat kwam eigenlijk niet. Dus ja, ik vond hem echt heel erg fijn. En was ook heel erg verrast door deze. Dan heb ik nog een product voor het gezicht. En dat is de Hologlow Moisturizing Serum. Met een driedimensionaal holographic glow. Hier zit nectar van de Blue Agave in. Volgens mij zeg ik het helemaal niet goed. Maar deze is van de Beauty Dept. Ja, ik ben iemand die gebruikt niet heel vaak een serum. Ik zou het vaker moeten doen, want ik vind het wel heel fijn. Maar dit serum, die zou een holografisch effect hebben. En je moet dit serum aanbrengen op een gereinigde huid. En dan moet je het gelijkmatig laten verspreiden en laten intrekken. En is geschikt voor elk gezichtstype. Deze komt trouwens bij de Action vandaan. Ik weet niet of Action hem nog heeft. Maar bij de Action kost hij 2 euro. En ik heb hem bij bol.com gezien voor 6,95. Nou, dit is het flesje. Het is een niet heel groot flesje. Er zit 20 ml in. Hij heeft gewoon zo'n pipetje. Dus hiermee kan je het lekker gaan verdelen. Ik ga je gelijk erbij zeggen, het holografische effect zag ik totaal niet terug. Dus het is niet dat je een heel holografisch gezicht hiervan krijgt. Ik vond dit zelf niet heel erg, want ik smeer er sowieso altijd make-up overheen. Dus dan zou het hele effect toch verdwijnen. Maar als je echt hoopt op een holografisch effect, dan moet ik je teleurstellen. Want dat geeft dit serum niet. Maar hij voelt wel heel verzorgd aan. Hij ruikt ook heel erg lekker. Oh ja, hij ruikt zo lekker. En hij brengt eigenlijk heel fijn aan op het gezicht. En trekt lekker in. En daarna kan je gewoon heel fijn je make-up eroverheen aanbrengen. Ja, ik was eigenlijk heel erg verrast. Want ik vind het echt een heel fijn serum. Ik weet niet of Action hem nog heeft. Ik hoop het eigenlijk wel. Want ik ben zeker van plan als deze op is om nog een exemplaar te gaan kopen. Maar ik weet dus niet of Action hem nog heeft. Dat is natuurlijk altijd de vraag bij Action. Maar ik was wel heel erg positief verrast door dit serum. Ja, misschien een beetje teleurstellend van het holografische effect voor sommige mensen. Maar goed, voor mij was dat niet echt een teleurstelling. Maar ik vond het een heel fijn serum. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik een 3-in-1 face mist. En deze is van Essence. En deze komt uit de Hello Good Stuff lijn. Dit is een Hydrate Fix and Refresh spray met watermeloen extract. En dat is deze. In deze spray zitten geen siliconen, parabenen en minerale oliën. En ook geen plastic deeltjes. Dus dat is wel heel fijn. Het is dus een 90% natuurlijk product. Oh, die watermeloengeur is zo lekker voor van de zomer. Dit is het... het verstuivertje, er komt eigenlijk een hele fijne hoeveelheid uit van het product. Hij voelde heel fijn aan op mijn gezicht en de geur is heel erg lekker. En ik had echt het idee dat ik hydratie kreeg en dat het ook mijn make-up fixeert en ook wel verfrist. Dus ja, nu de wat warmere dagen in aantocht komen, zijn dit soort producten gewoon heel erg fijn. Ik kan er verder eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Gewoon dat het een hele fijne fixing spray is. Die dus ook heel geschikt is voor mensen die bijvoorbeeld
vegetarisch zijn of veganistisch. Want ja, het is omdat er helemaal, dat hij eigenlijk bijna voor 90% natuurlijk is. Maar ik vind het een hele lekkere geur. Het is wel een klein flesje, want er zit maar 50 milliliter zit hierin. Nou, dat was bij deze ook. Maar kijk het verschil. Maar dat komt denk ik, dit flesje is smaller. Dus op zich, als ik ze zo naast elkaar houd, lijkt het niet echt een heel groot verschil. Maar deze is iets smaller en hij zit ook niet helemaal tot de rand toe gevuld. Want het was al toen ik hem kocht. Maar een hele fijne face mist ook deze. Dan heb ik een hele leuke gift set van Max & Moor. Dit is namelijk de Essential Gift Set. En die komt in deze leuke doos. Het leuke is, er zitten hier 5 dingen in. 4 make-up producten en 1 kwastje. En je kunt hem dus ook al bekijken. Want je kunt hem zo omhoog doen en dan kun je er dus al in kijken. Dus ook echt een hele leuke set voor iemand die heel erg van make-up houdt. Het is een limited edition make-up set. En ik ga je eventjes de producten laten zien natuurlijk. Ik vond het wel leuk om de doos ook even te laten zien. Er zit allereerst een mascaraatje in. De verpakkingen zijn ook helemaal rood. Maar ik ga je er gelijk bij zeggen. Deze mascara die doet geen beloftes. Dus er zit geen krul in of geen volume. Dus als je daarvan houdt, vind je de mascara waarschijnlijk niet echt heel fantastisch. Want hij belooft niks. Maar dat vond ik ook wel fijn. Want toen had ik er ook niet echt heel veel verwachtingen van. Het borsteltje, daar was ik iets minder blij mee, want het is een plastic borsteltje en daar hou ik niet van. Het heeft hele korte haartjes, maar ik kreeg er gewoon zwarte wimpers van en ik kon hem wel mooi opbouwen en dat vond ik eigenlijk wel prima. Ik had dan natuurlijk geen volume of krul, maar goed, dat beloofde die ook niet. En af en toe vind ik het ook wel fijn om dat soort dingen niet te hebben. Want bij sommige looks vind ik het ook wel fijn om het een beetje natuurlijk te houden. Dus daarom vond ik deze mascara toch wel fijn. Ondanks dat ik het borsteltje niet fantastisch vind. Dus dat was wel een nadeeltje. Nou, ik zal je het kwastje even laten zien. Ik heb deze verder niet gebruikt, want ik gebruik mijn eigen kwasten. Maar die zitten dus ook bij. Dan krijg je een hele mooie lipliner. En deze lipliner is in de kleur Rushy Romance 319. Het is wel een lipliner die je zelf moet slijpen. Dat vind ik zelf iets minder fijn. Want ik hou wel meer van lipliners die je omhoog kunt draaien. Maar die ziet er zo uit. En ik vond het kleurtje wel heel erg leuk. Want ik had eigenlijk heel erg donker, meer rood verwacht. Maar eigenlijk neigt hij een beetje naar, ja, rood, bruin, ja. Een beetje combinatie, een beetje bruin-rood, daar zit hij een beetje tussenin. Maar ik vond het kleurtje heel mooi, dus wel een hele fijne lipliner. Alleen deze die je zelf moet slijpen, die gaan op een gegeven moment een beetje zeer om de lippen. Daarbij kreeg je ook een lipstick. Die is dan in dezelfde kleur, 319 Ruby Romance. Volgens mij zei ik met een andere kleur. Ruby Romance dus. Dan heb ik het net niet helemaal goed kunnen lezen. Die heeft ook een hele rode verpakking. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Oh, dat is deze kleur. Die sluit dus perfect aan bij de lipliner. Want kijk, dit is dan de lipstick en de lipliner. Dus je ziet dat die echt heel erg mooi aansluit. Hij is niet long-lasting. Dus je moet hem wel echt bijwerken. Eten overleeft hij niet. Dus zou je hem opdoen en je bent bijvoorbeeld een dagje weg, raad ik je aan om hem wel mee te nemen. Want je moet hem echt gaan bijwerken. Dat vond ik wel jammer, maar ik vond de kleur wel heel fantastisch. Dan zal ik ondertussen even mijn hand schoonmaken, want er komt een oogschaduwpaletje aan. En die ziet er ook heel erg leuk uit. Kijk, die is ook rood. Dit is de 508 Vintage Fire. Heel leuk paletten ook. Op de achterkant staan de kleuren omschreven. Ik had zelf wel meer rood tinten verwacht. Maar die zaten er dus niet echt in. Er zit wel een dubbelzijdig applicatortje bij. Dan zijn dit de tintjes. Het is op zich wel een heel erg leuk paletten. Er zitten een paar matte kleuren in. En een paar shimmer kleuren. Dus dat is wel heel erg mooi. Ik zal een paar kleurtjes voor je oppakken. Zodat je een beetje een idee hebt wat het pigment is. Kijk,
Dit is het pigment van dit oogschaduwpalet. Dus dat vond ik eigenlijk heel verrassend goed. Je kunt er ook echt wel hele leuke ooglooks mee maken. Als je een beetje creatief bent in het spelen van kleuren, is het gewoon echt een heel erg leuk palet ook. En hij heeft mij best wel heel erg verrast. Want je weet natuurlijk van tevoren niet hoe een palet gaat zijn. Maar ja, ik vond hem wel heel erg fijn. Dus echt een hele leuke gift set. Hij is nog steeds bij de Action, dus mocht je daar benieuwd naar zijn, hij kost nog geen 6 euro. En dan heb je eigenlijk gewoon hartstikke leuke producten voor een laag prijsje. Dus een hele leuke set ook deze. Dan heb ik een mascara van Catrice. En dit is de Iconista High Volume High Care Mascara. En deze is verrijkt met hemp seed olie. Deze heeft de naam 010 Eye Care gekregen. Ik denk dat we de normale Iconista, ben je misschien wel bekend mee, maar ze hebben daar dus nu ook deze variant mee uitgebracht. En dat zie je steeds vaker bij make-up producten, dat ze gebruik maken van hemp seed oil. En ik moet zeggen, dat is echt heel verzorgend. Dat is echt heel erg lekker. Eén nadeel vind ik, ze hebben een zilveren huls gepakt met groene tekst. En dat ziet er heel leuk uit, maar het is niet leesbaar, want de lettertjes zijn ook nog eens kei klein. Ik kan het echt bijna niet lezen omdat het ook glinstert. Dus dat had voor mij wel anders gekund. Maar de mascara zelf vond ik wel heel fijn. Het borsteltje vind ik dan weer wel vreselijk. Want het is weer, kijk, weer zo'n borsteltje met, van plastic met haartjes. Het zijn plastic haartjes. Ik hou er niet van. Maar je ruikt gewoon echt die hemp seed oil terug in deze mascara. Dat is echt heel fijn. Hij bracht heel fijn aan. Ik kreeg er ook echt wel een mooi volume effect van. En je merkt gewoon echt dat hier deze verzorgende hemp seed oil in zit. En dat vond ik echt heel erg fijn. Want ik hou daar zelf wel van. Dus ja, ik was echt heel erg blij met deze mascara. Want ik hou echt wel van producten waar hemp seed oil in zit. Dus ik vind dat echt een hele goede keuze dat ze dat tegenwoordig in veel make-up producten gebruiken. Dan heb ik hier een shimer spray. Dat is de Light Luster Shimer Spray. Dat is deze. Deze is van MUW. En er zit een tropische kokosnootgeur in. En geeft je gewoon een hele lichte shimer op je huid. Dus het is bijvoorbeeld heel erg leuk om dit gewoon een beetje in je nek te sprayen. Dan heb je gewoon een heel subtiel glittertje. Ik ruik gewoon de lichte kokosnootgeur. Heeft ook een fijne verstuiven. Ik zal even kijken. Ik heb het nu een beetje op mijn hand gesprayed. Kijk, en dan zie je. Ja, op de camera zie je het niet heel goed. Maar dan zie je hele lichte glittertjes zie je nu op mijn hand. Dat ziet er dus op je, in je hals bijvoorbeeld super leuk uit. En hij heeft een hele aangename geur. Dus ik vond het wel echt een heel erg leuk product. Ook echt wel heel erg leuk voor de zomer. Als je weer in je t-shirtje of in je hemdje loopt. Om dan net even jezelf iets extra's te geven. Door zo'n shimer spray erop te doen. God, zie, hier zit nou een heel klein haartje in mijn dopje. Dat wil ik niet. Dus ja, een hele leuke spray. Er zit ook 150 ml in. Dus is best wel fors. En je moet hem heel goed scheuren voor gebruik. Maar ik vond het echt wel een heel leuk product ook deze. Dan heb ik twee Caring Lip Oils van Labello. En deze zijn nieuw. En dat zijn deze. Je hebt deze in twee varianten. Ik heb hier, ik zal beginnen met eentje. Dit is de Clear Glow. Deze heeft een glossy finish, maar heeft wel het verzorgende van Labello. Deze is ook vegan trouwens. Het is niet, het plakt niet. Het is voor elke skin tone en heeft een instant moisturizing en heeft dus een vegan formule, kan ik beter zeggen. En ik vond dit heel erg fijn, want zo zien de verpakkingjes eruit. Dit is dan die Clear Glow. En hij heeft wel een beetje een lichtere kleur, ik ga je het zo laten zien. Het is eigenlijk meer transparant, zeg maar. Maar het is daardoor ook heel erg leuk om aan te brengen over een lipglossje bijvoorbeeld. Of een lipglossje, lipstick.
Maar ja, ik vond het gewoon hele fijne producten. Want mijn lippen zijn gewoon de laatste tijd best wel droog. Omdat ik ook best wel vaak liquid lipsticks gebruik. En je merkt wel dat je lippen daar wat droger van worden. Het heeft zo'n klein applicatortje. En heeft een hele lekkere geur. Het doet me denken aan Yoki. Ja, beetje Yoki-achtig van vroeger. Nou, deze is dus dan transparant. Dus die zie je ook niet echt. Dus deze is heel erg leuk om aan te brengen over een lipstick heen bijvoorbeeld. Maar hele fijne verzorgende producten. En dan heb ik hem ook in de kleur Dress Nude. En die ziet er zo uit. En deze heeft wel een subtiele kleur en geeft ook volume. Dat zou deze trouwens, die andere variant, zou ook volume geven. Die ziet er dan zo uit. Zie je ook gelijk dat hij wat donkerder is. Nou, applicatortje is verder hetzelfde en die, zoals je kan zien, heeft wat meer kleur. Maar echt hele fijne producten van Labello. Ik vind het echt leuk dat Labello ook met meer producten komt dan alleen hun lippenbalsems. Want het geeft wel heel veel verzorging. Ik zal eens even ruiken nog, maar deze naar ook. Ja, eigenlijk een beetje dezelfde geur als die andere. Dus ik blijf een beetje bij die Yoki hangen. Maar heel fijn deze producten ook. Ja, dan heb ik nog een Fame in a Bottle Loose Glitter van Essence. En dat is deze. Dit is een heel klein flesje. Ik ga hem verder wel dicht laten zitten. Want als ik hem opendraai, dan is alles hier glitters. Maar het leuke hiervan is dat je dus een glitternagel kunt creëren. Je ziet hier een voorbeeldje op het verpakkingje. Het is een subtiel gauw glittertje. De bedoeling is dat je je nagel hiermee lakt. Die laat je eigenlijk niet helemaal droog worden, dus hij moet nog een beetje vochtig zijn. Dan strooi je wat van de glitter erop en als het dan droog is, kun je hem aflakken. Ik vond het effect zelf heel erg leuk. Ik heb het gedaan met Koningsdag, want ik vond het wel heel erg leuk om dan één nagel van een glittertje te voorzien. En eerdere varianten vond ik niet zo fijn, maar deze vond ik wel heel erg fijn, dus daar ben ik heel blij mee ook. Dan heb ik twee eyeliners van Catrice. En dit zijn de 24-hour brush liners. Hier zit kokosnootwater in. En ik heb hem in de long lasting en waterproof variant. Dat zijn deze. Ze hebben beide een matte huls. En dit is een precisie waterproof eyeliner deze. Met een heel dun kwastje. En hiermee kun je dus heel precies eyeliner aanbrengen. En ja, deze is dan zonder waterproof variant. Ik ga je even het kwastje laten zien. Het is eigenlijk niet nodig om ze allebei te swatchen. Want eigenlijk zijn de kleuren verder hetzelfde. Alleen de een is waterproof en de ander niet. Dit is het kwastje. En hier kun je dus heel nauwkeurig mee werken. En hij is lekker. Kijk, intens zwart. Ik heb er even een streepje mee gezet. Maar je ziet eigenlijk hoe zwart hij is. Dat is heel erg fijn. Ik vond het leuk om beide exemplaren te testen. Deze is dan echt wel heel long lasting en blijft echt heel goed zitten. Maar dat geldt eigenlijk voor deze ook. En deze is dan ook nog waterproof. Ik ruik niet echt het kokosnootwater, maar ik merkte wel dat dit eraan toegevoegd was. Want ik heb nog wel eens met eyeliner dat het heel erg kan gaan prikken met liquid eyeliners. En dat hadden deze dus niet. En dat kwam echt wel door het kokosnootwater wat erin zat. Dus deze vind ik ook heel erg fijn. Ik kan deze eigenlijk ook nog wel even zwartje voor jullie. Maar dan zie je eigenlijk ook direct dat er geen verschil in zit hoor. Nou, ik heb hier een wat dikker streepje mee getrokken. Dus dit is de normale en dit is de waterproof variant. Maar twee hele fijne eyeliners die ik zeker kan aanraden. Die ik met heel veel liefde in ieder geval nog weer ga gebruiken. Want ik werd er heel erg blij van deze twee. Dan ga ik door met een oogschaduwpaletje van Lottie London. En dit is de Rose Gold palette met 9 kleurtjes erin. Op de achterkant staan ook de kleurtjes zo vermeld met namen erbij. Het is een heel erg leuk paletje met 9 kleurtjes erin. Er zitten een paar shimmer kleurtjes in en de rest is mat. Dit is het palet. Het zijn een beetje, ja,
nude kleurtjes meer. Het heet eigenlijk de Rosy, de Rose Golds. Er zit inderdaad wat goudtinten in, ook een paar roze, maar het is ook wel heel erg leuk voor een wat nude lookje. En de oogschaduws voelen ook een beetje creamy aan. Dus het is niet een hele droge textuur. Dit is het pigment ervan, maar je kunt ze heel mooi opbouwen. Dus het is, je kunt ze heel fijn uitblenden en ze zijn dus heel mooi op te bouwen. En dat vond ik zelf wel heel erg fijn, want ja, dit soort oogschaduws die dus een beetje creamy zijn, die hebben vaak, zie je vaak nog beter. Maar het is wel fijn als ze ook goed te blenden zijn en goed op te bouwen zijn. Dus ja, ik vind dit paletje ook wel heel erg fijn en heel erg leuk. Dus daar heb ik ook mooie ooglooks al mee kunnen maken. Dan heb ik nog drie Super Stilo Satin Finish Lipsticks. Deze zijn van MUW. En ik heb hier al eerder lipsticks van geprobeerd. En toen kwam ik nog drie andere kleuren tegen en die heb ik toen meegenomen. Ik heb hier allereerst de kleur Super Nudes. Ze zien er zo uit, de verpakkingen. En dan heb je dus hier de lipstick die je omhoog kunt draaien. En dan is dit de lipstick. Hij blijft heel goed zitten en voelt heel fijn aan op mijn lippen. En dan is dit de nude variant. Ja, gewoon hele fijne lipsticks die je gewoon, ja... Weet je ook, ze voelen, ze zijn niet droog. Ze hebben wel een kleine, ja... finish. Het is meer een satin finish, maar je ziet wel een heel klein glansje. Maar ze blijven ook best wel heel goed zitten. Dan heb ik hier de kleur Heroic. En die ziet er zo uit. Dat is dit kleurtje. Ik zie al wel dat ik ze een beetje vies heb gemaakt. Kijk, dat is deze. Vind ik ook heel erg mooi. Ja, ik hou gewoon van dit soort kleurtjes lipsticks. Nude ben ik wel iets minder meer van geworden. Maar ik vond deze nude wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Dan heb ik de laatste kleur. En dat is denk ik wel mijn favoriet. En dat is de World Class. Die ziet er zo uit. Is net weer iets donkerder. En die ziet er dan zo uit. Kijk, en dat is deze. En ik denk wel dat van deze drie dit mijn favoriet is. Maar ik vond het drie hele fijne sticks. Ja, anders had ik ze natuurlijk ook niet weer gekocht. Omdat ik er al eerder sticks van heb geprobeerd. Maar ik vind deze echt ook heel erg prettig in gebruik. Dus deze kan ik ook echt wel aanraden. MUW is niet overal te koop. Sommige kruidvatfilialen hebben een heel vast assortiment. En sommige hebben af en toe er een product van. Dus het is niet standaard een product wat in de schappen ligt. Tenminste niet bij mijn kruidvat. Dan heb ik nog twee highlighters. En dit zijn de Morning Glow highlighters van Catrice. En ik vind alleen de verpakking al heel erg leuk. Want er staat een bloemetje op. Ik heb hier allereerst de 010 Ultimate Platinum Glaze. En het leuke is dat er ook echt... Ja, als je hem open krijgt is het hartstikke leuk natuurlijk. Een bloemetje in staat. Dat vind ik heel erg mooi. Dit is meer een soort koudere highlighter. Want kijk, hij is echt heel erg mooi, maar meer een wat koelere tint. Maar hele fijne highlighters die heel goed blijven zitten. En ook echt een hele zachte formule hebben. En hier zitten dus licht reflecterende pigmentjes in. Dit is ook een Smil Silky Smooth highlighter. Dan heb ik de 030 Beyond Golden Glow. En deze heeft dus een wat warmere gloed omdat die dus goud is. Ook weer die prachtige bloemetjes binnenin. En die ziet er dan zo uit. Ja, heel mooi op te bouwen. Hele fijne highlighters. Ik geloof zelfs dat er eigenlijk nog een 020 is. Maar die heb ik eigenlijk nooit kunnen vinden. Daar was ik ook wel heel erg benieuwd naar. Maar die stond ook niet op de website van het kruidvat. Dus die heb ik niet kunnen vinden. Maar deze zijn in ieder geval fantastisch. Ook al vanwege de verpakking. Maar ook gewoon hoe ze ja, tot hun uiting komen. Dus hele fijne highlighters. En dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpalette van Essence. Dit is de Nude Edition Eyeshadow Palette. En dat is deze met de naam Teen Pretty in Nude. Het is een
hoogpigmenterend en long-lasting oogschaduwpaletten. En hij heeft soft kleuren, matte kleuren en glanzende kleuren. Er zitten 9 kleuren in die perfect op elkaar afgematcht worden. Het ziet er zo uit. Ik vond het een heel fijn palet, want ondanks dat nude eigenlijk niet zo heel erg populair meer is, merk ik wel dat merken er toch wel blijven gebruiken. Dit zijn de tinten. Je ziet ze misschien op mijn hand niet zo heel erg goed. Maar op de ogen komen ze heel erg mooi tot hun recht. En daar was ik echt wel heel erg verrast door. Want normaal gesproken is nude niet zo heel goed te zien. Maar deze zag je toch wel heel mooi terugkomen. En daar was ik wel heel blij mee. Dus ik was eigenlijk heel positief verrast ook door dit oogschaduwpalet. Dus ook heel erg blij mee. Dan waren dit al mijn favoriete producten van mij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je er benieuwd naar bent geworden naar aanleiding van deze video. Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat alles nu lekker mijn stash in kan. En dat ik het nu gewoon ook weer veel vaker kan gaan gebruiken. Dus dat vind ik altijd een groot pluspunt. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond en ik wil je ook bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf door op de rode button te klikken. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, zou ik het ook wel leuk vinden als je een duimpje omhoog deed. En dan hoop ik je eigenlijk gewoon bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!